Maar in ieder geval, ik mag gewoon boodschappen doen. Want ja, het is niet besmettelijk. Ja, welke kant wil je nou op? Goedemiddag, lieve vrienden. Jullie zijn weer aanbeland bij het kanaal van Corina en de Beestenboel. En jawel, Corina schrijf je niet zoals jij bent gewend. Nee, Corina schrijf je met IE. C-O-R-I-E-N-A. Dat ben ik. Dus ja, we komen langzamerhand weer een beetje terug. Enkel, ik heb het fuck nog niet om de films allemaal in elkaar te zetten. Dat moet allemaal nog gedaan worden. Maar dat komt ook zelf wel weer goed. De dames moet ik nog uitlaten, maar ik heb... Ja! Denk er toch eens een keer om! Potverdikke! Ik heb de huisarts gebeld vanwege dat hoesten. Terug nu! Klaar! Rijka ook. Ik heb de huisarts gebeld. En als ik het andere week nog heb, moet ik op het praktijk komen. Ik mag ook al boodschappen doen. Want het heeft niks meer met de corona te maken, maar met mijn longaandoening. Ik heb COPD. Dus ja, ik heb bewijs. Maar die krijg je niet te zien, want het is privé. Maar ik heb het wel. Maar in ieder geval, ik mag gewoon boodschappen doen. Want ja, het is niet besmettelijk. Nee, een griepje is besmettelijk. Corona is besmettelijk. Wat voor virus hebben we nog meer? De Hongkonggriep, weet ik veel. De kippengriep, weet ik veel. Dat is allemaal besmettelijk. Ja, nou, dit dus niet. Ik kan er ook niks aan doen. Nee, maar ik zit er wel mee. Want je wordt er wel dood en dood. Moe van dat hoesten. En lamlendig ervan. En geen fut. Nee. Ik ben ook lekker laat uit mijn bed gekomen rollen. Net pas naar beneden gekomen. Ik ga nou naar het toilet en mijn meisjes even uitlaten. Lekker een blokje om, weer om de gracht. Want dat doe ik wel weer die hele ronde. Gisteren heb ik ook 3 keer gelopen. Vannacht ook, voordat we naar bed gingen, hebben we ook gelopen. Nou ja, prima toch? Dus ja. Vanochtend zijn ze even de tuin in geweest. En toen ben ik weer naar boven gegaan. Ja. Ik wist niet of u weet niet of jullie dat konden horen, maar dat was Elwin. Ja, die was even aan het grommen. Ja, nou, komt het dus allemaal goed, lieve vrienden. Geniet van je dag, want het is prachtig maar weer. Strak blauwe hemel. Ik zie hier en daar een vliegtuigstreepje en een, ja, wat is het? Een wolk kan ik het niet noemen. Het is uit elkaar gewaaid. Ik weet niet wat dat is. Daar riet hem niet zo. Alles strak blauw. Dus wat wil je nog meer? Ja, toch? Oh ja, en als ik terugkom met de meisjes, pak ik mijn scootmobiel. Kijk of die het nog wel doet. Want die heb ik al die tijd niet gebruikt. Ik heb voor niks die kerstboom erop gezet. Die zit er nog op. Maar ja, dat is geen prioriteit om die er nou af te halen. Nee, ik moet even toiletpapier halen. En dat moet net bij het kruidvat. Dus dat ga ik eerst doen. Maar eerst de meisjes. Dan dat. En als ik dan weer terugkom, dan horen jullie me misschien wel weer. Ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En vergeet mij niet. Ik zou zeggen, kusjes en tot later. Zo, lieve vrienden, ik heb weer hetgene gedaan wat gedaan moest worden. Dat was de meisjes uitlaten. Daarna heb ik zelf wat gegeten en wat thee gedronken. Ik heb nog wat telefoontjes en appjes gepleegd. En toen heb ik boodschappen gedaan en daar ben ik net van binnen. Ik heb alweer een telefoontje gepleegd met Marianne. En een appje gedaan met mijn begeleidster, die ik ook in al die tijd niet gezien heb. Ga jij eens even weg, meisje? Die kant op. Ja, welke kant wil je nou op? Hé, welke kant wil je nou op? Zeg maar, ik weet niet. Nou, tas van mijn boodschappen, lekkere spruiten, vleeswaren,
Dus in gember, daar hak ik al gember. Dit is de nieuwe. En ik denk dat mag mezelf ook wel verwennen, niet? Het is momenteel weer een bender. Ik heb twee mokkappen taartjes, gebakjes. Lekker! Mag ik wel hebben, dacht ik. Ja, toch? Ja. Ja, en er zitten vleeswaren in, kaas zit erin, een leverworst zit erin, lekker allemaal. Een kuppersoep heb ik erbij, een haarlak heb ik erbij en dan moet ik ergens, nou ja, ik heb het zelf net gehad, maar wat ook lekker is, dat is thee. Maar dan moet ergens een flesje bier leggen van natuurlijk corona, ja. Want ik heb het zelf niet ingepakt. Het werd voor me gedaan, want ik kon niet meer. Ze weten wat er aan de hand is. Dus ja, het is gewoon van me overgenomen. Hartstikke lief. Ja, toch? Even mijn thee. Zo. Zo. En dan ga ik lekker de boodschappen nou op mijn gemakje opruimen. En wat ik eten moet, ja, ik heb nog eten. Ja, noedels met tuinbonen en rookworst, dus lekker, gewoon zometeen opwarmen, als het mijn tijd is om te eten, komt het allemaal goed. Hé, hey, snuffelaarstertje, je bent lief hè, ja schatje, ja hè. Nou en ik heb Marianne een bos bloemen gebracht, gewoon de ouderwetse tulpen. En ook mijn vriendin die hier nog dichterbij woont dan dat Marianne woont. Die de meisjes heb uitgelaten. Heb ik ook een bosje tulpen gebracht. Ja, gewoon om te bedanken. Van dankjewel. Ben je zeer dankbaar. Ja, kijk, dan kan je altijd nog een keer aankloppen, weet je. Ja, voor, hoort wat. Hoe zeg je dat ook weer? Hoort wat? Ik weet niet meer hoe dat luidt. Maar in ieder geval, jullie begrijpen me wel. En ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond. En ik zou zeggen, we zien elkaar misschien morgen weer. Ja toch? En morgen komt Stefan weer. Dinsdag komt Karin met een K weer. En die komt al vroeg om 9:30 al. Dus ja, we zullen beleven. Hè? Ja nou, ja meisje. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze.